Nintendo fans! Hey yo! Vlogcamera! Nintendo brengt de laatste tijd misschien niet zulke hele vette games uit voor dit YouTube kanaal. Dus dan moet ik zelf op zoek naar iets anders leuks wat ik kan doen. En toen dacht ik aan dit. Dit is nieuw. Als jij een betere titel hiervoor hebt, zet het in de comments. In deze serie laat ik jullie zien wat er nieuw is op dit kanaal of in mijn kamer of in mijn leven of wherever. Het is gewoon een beetje random. Gewoon, wat is er nou gebeurd de laatste tijd? Ik was jarig! En ik heb mijn verjaardag gevierd op twitch.tv/rickachu. En ik heb best wel wat vette cadeautjes gekregen. Ik ben hier zo blij mee. Dit is net alsof je een kistje openmaakt in Zelda. AirPods! Eerlijk hè, in het begin vond ik dit er zo raar uitzien dat hier geen draadje aan zit. Maar nu ik ze heb, ben ik er echt super blij mee. Oh ja, ik heb ook M&M's gekregen. Dat is super weird. Er zitten dus normale M&M's in, crunchy M&M's en pinda M&M's. En die eet je dan alle drie door elkaar. Het is een hele gekke manifestatie. Ja, die zijn alweer op. Dus dag. Maar wat ik ook voor mijn verjaardag heb gekregen. Ja, er kwam even een uil aangevlogen. Een Lego set van Hedwig uit Harry Potter. Ik ben hier echt super blij mee. Ik was op zoek naar iets. Iets van Lego waarvan ik dacht, je kan iets vragen, maar raak dan niet gelijk verslaafd aan Lego. Dus ik zocht iets van Harry Potter dat niet gelijk zou veroorzaken dat ik gelijk al het Lego van Harry Potter wilde hebben. En ja, deze, die kan ik prima in elkaar zetten en dan gewoon lekker ergens neerzetten en dan niet gelijk al het andere Lego willen hebben. Deze ga ik trouwens in elkaar zetten op twitch.tv/rickachu. Dus als je me nog niet volgt, doe dat dan snel. Eerlijk, dit ziet er toch super, super vet uit. Kijk deze Harry Potter minifigure. Ja, dit wordt vet. Oh ja, ik heb ook nog een boek gekregen. Wat als? Ik vind dat altijd een hele interessante vraag. De vraag die ik me ook altijd zelf stel als er iets gebeurt in mijn leven is, kan je er iets aan doen? Als je er iets aan kan doen, doe dat dan. Maar als je er niks aan kan doen, ja, dan kan je er wel druk om maken, maar dan heeft het toch geen zin. Dus maak je er dan maar gewoon niet druk om. De eerste vraag van wat als is, wat gebeurt er met de aarde als alles met wat erop voorkomt opeens niet meer ronddraait, terwijl de dampkring zijn normale snelheid behoudt? Schijnt dus dat er dan gewoon een keiharde wind komt. En dat die wind dan alles wegblaast. Dus iedereen begint te vliegen. Maar je hebt geluk. Als je nou met de metro aan het gaan bent en je bent ondergronds, dan kan je het een tijdje overleven. Maar ja, niet heel lang. Want daarboven op de aarde is het gewoon helemaal chaos. Super interessant. En oh ja, deze week is natuurlijk ook de merch gelanceerd. Ik heb letterlijk nu de merch aan. Ik heb een nieuwe logo die ik heel vet vind. Er zijn sweaters, hoodie en t-shirts te bestellen op de website hieronder in de beschrijving. En ik heb ook nog andere merch, maar die ligt in de was. Wacht even, ik ga het pakken. Ja, ik moest het dus allemaal binnenste buiten doen, zodat het goed gewassen kan worden. Wat wel echt super tof is, is dat er aan de binnenkant overal een Rickachu Air staat. Zodat je ook echt het gevoel hebt dat je Rickachu merchandise hebt. Juist, ja. Oké, we moeten... Lekker voorbereid, Rick. Als je wel eens mijn streams kijkt op Twitch, dan weet je dat ik letterlijk nooit voorbereid ben. Anyway, dit is de Ricka TV. Rickachu op je bolle beeldscherm. Ik vind deze echt super vet geworden. Ik vind vooral die kleur geel van het t-shirt ook echt heel erg nice. Dit is echt precies Rickachu geel. I love it. Maar dit is wel mijn favoriet. Kijk, weer een mooie Rickachu Air hier in de nek. Mensen die me al wat langer kennen, die weten dat ik van sushi hou. En daarom presenteer ik u Ricka Sushi Merch. Deze gaat tot nu toe echt het hardst. En ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat dit ook misschien wel mijn persoonlijke favoriet is. Ik vind alle merch cool, maar hey, deze is wel echt super cute. Dus wil je het hebben, check de link in de beschrijving. Wat is er nog meer nieuw? Oh ja, Amiibo! Ik heb hier een Amiibo van Banjo-Kazooie. Dit is alweer nummer 85 in de Super Smash Bros. Serie. Er zitten volgens mij gewoon al bijna 100 fighters in Super Smash Bros. Echt insane. Wacht, ik haal hem even uit de verpakking. Dit doet sommige mensen zoveel pijn dat ik dit gewoon zo openscheur. Dit is de Banjo en Kazooie Amiibo en hij is zo cool. Check even dat detail van dat puzzelstukje. Kijk waar die op staat. Dit is echt wel heel nice. Die vogel is prachtig vormgegeven en ook dat beertje. Yeah, man. Yeah. Echt een super dope Amiibo is dit. Dan zijn dit nummer 86 en 87 uit de Smash Bros. Serie. Terry en Byleth. Die gaan we ook even
openscheuren. Sorry, verzamelaars. Kijk, dit is de epische vechtersbaas Terry. Stiekem lijk ik wel op Terry. Kijk zijn pet. Nou, oké, zijn haar is anders. Maar hij doet ook gewoon zo altijd. Hij heeft ook altijd de pet op. En dan hebben we hier Byleth. Ik moet eerlijk zeggen, jongens. Byleth heeft wel echt een episch vuurzwaard, man. Die is echt vet. Met je mooie blauwe haren. Ja, dit zwaardje is wel cool, hoor. Heel nice. En dan hebben we ook nog 3 amiibo uit de Monster Hunter serie. Je hebt deze super toffe hond en kat die je gewoon helpen bij je avontuur in Monster Hunter. Ja, ze zien er wel vet uit. Welk vinden jullie vetter, de hond of de kat? Ik ben een kattenmens, dus ik ga voor de kat. Maar check deze badass dan. Dit is wel echt een hele zieke amiibo. Wel echt super vet ook dat hij aan de onderkant gewoon helemaal rood is. Holy moly, de details op dit ding zijn echt super sick. Deze verdient het dat ik hem ook gewoon even voor deze camera hou. What? dit is echt een van de vetste amiibo ooit. Verder heb ik deze week natuurlijk Pokémon kaarten uitgepakt. En daardoor heb ik weer deze 2 oversized kaarten. En ik zat dus te denken om misschien al deze kaarten hierachter op die deur te plakken. Ook wel echt 2 badass kaarten hoor. Deze shiny VMAX kaarten. Waarom heb ik trouwens nog steeds mijn AirPods in? Wat zeg met AirPods, jongen? Je hebt gewoon echt niet door dat je die dingen in je oren hebt zitten. En zijn er deze week nou nog nieuwe games uitgekomen? Niet zo heel veel, volgens mij. Maar ik heb wel een nieuwe Nier gekregen. Nier Replicant, een game voor de PlayStation 4. Die kreeg ik vandaag in de post. Die gaan we binnenkort eens even proberen. Er zat ook nog een kaartje bij, die past wel bij mij. De Fool. Nou ja, wil je weten hoe mijn kamer eruit ziet nadat ik een uitpakvideo maak? Ongeveer zo. Ik gooi altijd al die zooi gewoon lekker naast me neer. En dan, ja, ergens in de volgende week dan ruim ik het een keer op. Kijk, hier zweeft ook nog gewoon een leeg pakje Pokémon kaarten. Dat pakje had ik op TikTok uitgepakt. En er zat gewoon alweer een Ditto 4 kaart in. Ik krijg elke keer dezelfde kaart in deze Shining Fate serie. Ik stop ermee. Ik ben net begonnen, maar ik stop er gewoon nu alweer mee. Dit zijn trouwens de laatste 2 games die ik heb besteld voor de Nintendo Switch. Sea of Solitude en Little Nightmares 2. Het zijn beide denk ik niet echt heel erg gamepjes voor YouTube, maar wel heel leuk om te komen kijken op Twitch. Man, ik krijg het nog druk op Twitch. Lego uitpakken, deze gamepjes uitspelen. Ik draai even deze camera. Ik denk dat binnenkort eindelijk mijn Animal Crossing eiland helemaal af is. Dus daar kan je waarschijnlijk ook binnenkort een video van verwachten. Dat was hem, jongens. Ik wilde jullie gewoon even laten zien wat er deze weken allemaal gebeurd is. Doe even een duimpje omhoog als je dit leuk vindt, hè. Laat het weten in de reacties. En vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. Zet de meldingen aan. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!